Hallo iedereen en welkom bij Vlogmasdag 9. We zijn aan het ontbijten. Niels heeft ontbijtje gemaakt. Spek met eieren. Goed. Lekker. Ik heb al één ei op en al bijna al mijn spek op. Dus dit is wat ik nog heb. En Niels heeft al bijna alles op. Je dikke of je smal? Maakt niet uit, geef maar. Maakt echt niet uit. Ik ga die met choco eten, zelfs, denk ik. En we zijn 90 Days Fiancé The Other Way aan het kijken. Met Britney en Yazan. Onze favoriete show, hè? Nee, Love After Lockup is nog meer favoriet. Hallo, Kus. Wij zijn ondertussen aan de vape shop in Diest. Dat is blijkbaar open op zaterdag. En dat was maandag, woensdag en zaterdagen open. En Niels heeft nieuwe vloeistofjes nodig voor zijn vaper. Ik vind dat wel straf dat zoiets dan wel open is, want dat is eigenlijk ook totaal niet essentieel en de fitnessen zijn toe, dus dingen waar je gezond kunt worden, zoals in de fitness en zo, dat is ja toe. En een vape shop wat ongezond is, oké, het is al beter als roken natuurlijk, maar tabakkowinkels zijn ook open, dus vind ik wel straf. Maar oké, mijn vriend vaped, Niels vaped, dus ja. Het heeft dat nodig en anders dan zal die ook wel angry worden of dat toe is en ja, ermee stoppen en zo. Dat is allemaal niet zo gemakkelijk. Maar ik ben dus hier in de auto aan het wachten tot Niels klaar is. En dan ja, denk ik een broodje halen in Paal bij het tankstation Rutte. Want daar hebben ze goede broodjes. En dan weet ik nog niet wat we gaan doen voor vandaag. Misschien eens wandelen nog eens. Ik weet het eigenlijk niet. We shall see. Ah, die is back, hè. Het was aangekomen. Ja, wat was dat? Click and collect. Oh ja, chic. Moet je fier op zijn. Acai. 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 Niet acai berry, acai berry. Acai pomegranate. Pomegranate. Hoe zeg je dat? Pomegranate. Grenade. Pomegranate. Nee. Acai pomegranate. It's wrong. Is dat maar één fles heb je nu of wat? Ja, dat zijn 10 klein. Dat zou wel goed zijn zeker. Daar gaat je echt nooit van zijn leven mee toekomen, hè? Huh? Ja, en die is niet eens helemaal vol. Ja, maar dat is omdat je er nog nicotine moet in doen, hè? Ah, maar daar gaat je echt niet mee toekomen, denk ik. Maar oké. Okay. Hoe lang? Ik denk 5 dagen. Hoe lang denken jullie dat Niels gaat toekomen met zijn 100 ml flesje? Laat het weten in de comments. Ja, met één flesje doet jij een halve dag. Dus. Oh ja. Ja. Overdrijven. Met zo'n klein. Toch echt bijna. Overdrijven. Toch bijna, hè? Nee. Oké, okay, bijna een week. Dan. Ja, dat is licht overdreven, leuk, maar toch ook niet. Zeg gewoon in de comments dat Niels moet stoppen met vapen. Een halve dag is echt wel. Eerst moet Niels stoppen met roken, Niels stoppen met vapen. Gestopt met roken is hem al, maar nu willen we nog stoppen met vapen. En ondertussen zijn we bij Rutte Snack Station. Het is echt wel lekkere broodjes. Niels is binnen, broodjes halen. Ik hoop dat hij het onthoudt. Want vorige keer had ik een broodje hesp met groentjes, maar geen tomaat. En hij zei dat hij dat niet wist, maar het stond in het bericht. Dus ik hoop dat hij het nu heeft onthouden. En we gaan direct nog snel ook naar de Carrefour hiernaast. Om nog een paar dingen voor het huis te halen eten. We zijn terug, we gaan een broodje eten. Niels is zijn nog aan het extra pimpen met kaas. Wat had jij? Gandaham of zoiets, hè? See. Zoiets.
ondertussen zijn we even later, ben ik een haarlook aan het filmen voor Dyson. Deze komt op mijn IGTV. Ik weet niet als die al online is gekomen of als die nog online komt, maar dit is dus mijn lookje. Very chic en very sleek. Dus dit gaat mijn kerstlookje worden. En ik ben bijna klaar en dit is echt de behind the scenes. Oh god. Kijk dat allemaal. Even een ineengeknutseld ding. Tafeltje. Dan lamp en ik op kantoor gaan halen. Lippenstift. Oh. En nu ga ik dat allemaal moeten opruimen. Hier heb ik trouwens de spiegel even gezet. Want het is niet zo makkelijk om een haarlookje daar te doen en geen spiegel te hebben. Want ik heb mijn haren met mijn Dyson echt wel gebrushed. Dus had ik dit even nodig. Dus het is nu bijna 2:30 en ik heb nog niks gegeten. Dus dat ga ik nu nog doen. Wij hebben lekker eten besteld bij de biertuin. Dat is hier in Paal. Dus als je van Beringen of Diest of Schaffen, Meldert, Paal bent. En omstreken, echt zeker een aanrader. Want ja, biertuin gras. Dat is echt top. Ik heb dat met wild stoofvlees. En Niels heeft dat met steak. Met wat? Pepersaus. Pepersaus? Ja, peperoom denk ik. Peperoom. Ja? Heel steak lekker. Heel goed bakken. Mm. Allee, niet goed gebakken, maar signalen. Ja, perfect zoals je het wilt. Ja. Ja. En dit is het eten. Zelfs een slaatje erbij. Ik heb dat nu op een bordje gedaan. Dit is mijn biertuingras. Niels zijn, we hebben het nog. Kom ik eens vol. En we hebben kavatje. Milky zit er natuurlijk weer te gooien. Hoe noem je dat? Gijs? Giezen. Giezen, ja. Ja. Schooier. De water uit zijn ogen. Ja, goh. Ziet hem. En dan doet hij hem zo zielig altijd. Hè? Ja, dat is het enige moment dat hij met zijn kopje tegen mijn arm doet. Ja, anders doet hij dat niet. Hè? Ja.